Hoog genoeg, Rob? Nee, het moet nog veel hoger, Hans. Ah joh. Een metertje of 5 moet er nog bij. Ja, want ik knip het allemaal weer af. Ja. Kom maar. Deze hoogte ongeveer? Nee, nog veel hoger. Maar ja, jij staat hoger. Interactie is natuurlijk ook het set. Doe maar. Ietsje hoger nog. Ah, dat blijft niet staan, hè? Nee. Hij was veel te hoog bezig. Moet lager. Laag beginnen. En dan langzaam omhoog, kijk. Hij is ook nog niet. Oh! Kijk, hier ergens. Deze laag. Zo beginnen, ja. Blijft ook in die staan. Ja, het is wel een goede hoogte zo. Maar ja. Volgens mij moet je meer laag beginnen. Misschien moet jij ook even meedoen, Hans. Ik dacht dat je dat wel alleen af kon. Nee. Ik heb hier... Kabouters zijn er nog handiger in. Maar eigenlijk wouden we een molotoren maken. Hè? Nou, jij pakt het ook slimmer aan met droge zand. Met weer een lijmlaagje.
Hey, Rob. Wie ben jij? Ja, ik ben dus Rob. En dat is Hans. Ja, ik ben Hans. En wij zijn allebei makers, kunstenaars. En we willen gaan 3D printen. Heel groot. En dat gaan we natuurlijk niet met plastic en met allerlei andere kunstmatige materialen doen. Dat gaan we met natuurlijke materialen. Ja. Klei, planten, you name it. Zand, wij gaan het printen. Maar dat ging niet zo goed, hè? Nou, dat was een beetje, moeten we nog een beetje op studeren, Hans. Ja. Maar we hebben een keuze gemaakt. We zeggen, we gaan met leem printen. En wat is leem? Leem is geen los zand. Nee. En hoe plakt het aan elkaar? Met klei. Met klei, precies. En het voordeel van leem is, dat kun je overal vinden. Je hoeft dus niet van ver te komen. Dus je zit niet met vervoer over lange afstanden, dus dat is ook duurzaam. Dus je gaat printen waar je materiaal ligt, in plaats van dat je je materiaal naar je printer gaat toe halen. Verder is het ook zo dat de leem, als je een beetje uitgekeken bent op je beeld, nou, dan schep je weer weg en dan ga je weer een nieuw beeld maken. Ja, we gaan dus grote beelden printen van, nou, zeker 2,5 meter hoog, dat willen we doen, sculpturen. Daar gaan we mee beginnen. En dat noemen we land art, beelden buiten. Leme land art. Leme land art, yes. Nee, ik zie het niet. Ik zie het gewoon niet. Ik zie helemaal niet. Zie jij het?